Kleinschalige goudzoekers uit het Matawai-gebied werken aan herstel van de infrastructuur naar het dorp Njun Jacob Kondre. Kapitein Gideon Musesi van het dorp Baling zegt aan onze redactie dat herstel van de weg in samenspraak gebeurt met goudbedrijf IM Gold en een lokale ondernemer. We wachten met Awadra Saka, eind augustus, Aboroki Omeki. Baka Aboroki dat we beginnen aan het ontwikkelen vanaf 21 passing. Voor verzekte naar Jacob. We zijn er kapas. We gaan beginnen met drijven zijn Eurokoja. I am going to do it. Ik ga als twee naar Akomeiskap. Voor aan ontwikkelen kon ik iets wat er aan zonder Aboroki, zonder passing ontwikkelen. Dus Baka Aboroki dat we beginnen aan ontwikkelen voor passing. En Baka Apasi dat we beginnen aan de score, herstel de score. In de dorp. De kapitein geeft verder aan dat er ook gewerkt zal worden aan de renovatie van de kerken in het gebied. Verder worden ook mogelijkheden om aan sport te kunnen doen aangepakt. We hebben op een veld, Bakana de Tje play bal, de meisje play slagbal. Dus, aan piste 10 jaar geleden op zat. 10 jaar, no, de hoeft 14 jaar ving. Dat ontwikkelen voor 14 jaar is een fara. Dus in een voor jaar is we met moeite. Voor vrienden thee, trouwen en ik voor haar ontwikkelen kobaka. Kurus been, nou is sapsafri. Unomad ben wat wrong. Maar is rustig, rustig. We met haar moeite. Voor ontwikkelen kon haar piswadra. Dus zonder brok is zonder passie ontwikkelen, snap fara voor wie. Musesi benadrukt te verwachten dat de overheid inkomt met haar deel om de infrastructuur te verbeteren.